zijn over Sarajevo gevlogen. We gaan over Athene en dan zo maken we de oversteek naar Afrika. Soedan, een van de grootste landen in het continent Afrika. Soedan is 70 maal zo groot als Nederland. In Noord-Soedan, waar ook de hoofdstad Khartoum gelegen is, leven 23 miljoen inwoners en in het zuiden circa 5 miljoen. In het zuiden van het land woedt al meer dan 15 jaar een burgeroorlog, die ontstaan is doordat het islamitische noorden haar zeggenschap wilde uitbreiden ten koste van het overwegend christelijke zuiden. In Soedan is het Arabisch de belangrijkste taal. Verder spreken veel inwoners ook Engels, want Soedan is vroeger een Engelse kolonie geweest. Door de oorlog in het zuiden zijn veel mensen, meest christenen, gevlucht naar het noorden, naar de hoofdstad Khartoum. Er zijn tientallen vluchtelingenkampen rond Khartoum. De meeste liggen zo'n 10 tot 15 kilometer verwijderd van de rand van de stad. Je moet dus eerst nog een flinke zandvlakte oversteken als je naar een kamp wilt. Khartoum is een woestijnstad en de kampen zijn ook echte woestijnnederzettingen. Brandende zon. In de zomer is de temperatuur vaak boven de 45 graden. Vreselijk heet dus. En verder zand, zand en nog eens zand. De levensomstandigheden in de vluchtelingenkampen zijn erbarmelijk slecht. Gebrek aan eten en water. En de gezondheidszorg is minimaal. Er is dan ook veel sterfte als gevolg van allerlei ziektes. Malaria, tyfus, dysenterie. Ook komt er veel aids voor, waaraan vooral veel vrouwen sterven. De kindersterfte is heel groot. De dood is hier maar een stap verwijderd van het leven. We hebben als Stichting Hulpverlening Soedan een oriëntatiereis gemaakt naar Soedan, om daar ter plekke te bekijken hoe we daadwerkelijk hulp konden bieden aan de christenen in nood. Onze oriëntatie was afgestemd op de hoofdstad Khartoum en de directe omgeving met de vluchtelingenkampen. Er zijn heel veel vluchtelingenkampen rond Khartoum. Naar schatting 2 miljoen vluchtelingen die uit het zuiden zijn gevlucht vanwege de oorlog, leven daar. Veel christenen uit het zuiden zijn gevlucht naar Khartoum omdat ze dachten daar veiliger te zijn. Maar de islamitische regering ziet dit als een bedreiging. Men kan de stroom vluchtelingen niet aan en bovendien ziet men dat christenen steeds meer vaste voet aan de grond krijgen in het islamitische noorden. Daarom worden christenen op alle mogelijke manieren gediscrimineerd en geweerd uit alle belangrijke posities in de maatschappij. Het is voor een christen bijna niet mogelijk om een baan te vinden en moslims gaan altijd voor. Meer dan 90% van de christenen in het noorden leven in een van de vluchtelingenkampen rond Khartoum. Maar ook daar zijn ze hun leven niet zeker. De regering voert een ontmoedigingsbeleid om de christenen te belemmeren om zich te vestigen rond Khartoum. Door de komst van de vluchtelingen uit het zuiden naar Khartoum zijn er omvangrijke vluchtelingenkampen ontstaan aan de rand van de stad. Deze vluchtelingen kunnen niet terugkeren naar het zuiden zolang de burgeroorlog daar voortduurt. De mensen die dus als ontheemden zijn neergestreken rond Khartoum hebben zelf primitieve onderkomens van leem en jute zakken gebouwd. Maar de regering is niet blij met het feit dat zoveel christenen naar het overwegend islamitische noorden zijn getrokken. Om deze christenen te ontmoedigen om zich permanent te vestigen, voert de islamitische overheid een ontmoedigingsbeleid. Overheidsfunctionarissen kalken witte kruisen op de schamele hutjes en daarmee is het sein gegeven dat men daar moet vertrekken. En de volgende dag komen bulldozers om de nederzettingen plat te walsen. Tijdens ons verblijf daar werd ook de kerk van een wit kruis voorzien. Men vond ook dat deze moest verdwijnen.
Zo kunnen hele wijken door bulldozers met de grond gelijk worden gemaakt. Op die manier maken de machthebbers in Khartoum de Zuid-Soedanezen duidelijk dat ze niet echt welkom zijn in hun eigen hoofdstad. Om de samenwerking tussen onze stichting en de kerken in Khartoum goed te laten verlopen, is er in Khartoum een comité opgericht onder de naam Karnem Committee. Karnem is een samentrekking van Khartoum en Arnhem. I'm Sylvester Thomas, chairman of the Karnem Committee here in the Sudan. We'll be working on a number of projects which we want to help our people and also those who are in need. I'm William Jabi Ngalamu. I'm the project coordinator or project officer of Karnem, responsible for formulation of the projects which have been approved by the committee. I'm Ambrose Kambaya, Finance Secretary for Karnem Committee. My work is to assist in controlling the finance of the committee and render reports to Karnem part in Holland. I'm Enro Lexon Adiba. I'm the Secretary of Karnem Khartoum. My job is to take minutes of the meetings and produce them and dispatch them to our Karnem Committee in Netherlands. In het vluchtelingenkamp Hai Baraka woonden we een kerkdienst bij. I bring you the hearty greetings, the greetings in Christ of the congregation of Arnhem. Ook de meeste predikanten van de kerk hebben geen inkomen. De meeste oefenen dan ook een of ander beroep uit om aan geld te komen. Zo spraken we een predikant die van beroep timmerman was en allerlei meubels maakte. Zijn probleem was alleen het ontbreken van goede gereedschappen en geld om hout te kopen. Heel schrijnend als je ziet dat zo iemand er alles aan doet om als predikant te kunnen blijven functioneren. Maar hij moest wel zijn gezin en zijn familieleden onderhouden. Hij telde zo'n 12 mensen in zijn huis. Peace to you all. Salam alaikum jamian. We very much have looked forward for this morning, this meeting, and this service. Hallelujah!
voelt je als rijke westerling machteloos en wilt eigenlijk wel alle hulp bieden die maar enigszins mogelijk is. Maar de nood is zeer omvangrijk. 2 miljoen mensen. Hoe kun je die goed helpen? De medische voorzieningen zijn beperkt beschikbaar en worden alleen in de meest urgente gevallen verstrekt. Immers, bijna iedereen heeft hulp nodig. Water is slechts beperkt beschikbaar en hiervoor moet je ook betalen. Je ziet veel jongens en mannen met een kar rondrijden met een rond vat erop waarin water zit. Hoe kom je aan eten? Ja, dat is de vraag die de meeste mensen daar voortdurend bezighoudt. Het leven draait daar bijna helemaal om. Eten is dus best wel te koop. Op de markt is in principe alles te koop. Maar dit is alleen weggelegd voor de mensen met inkomens. Vluchtelingen hebben geen inkomen of uitkering, want ze zijn afhankelijk van de gunsten van anderen als ze bijvoorbeeld naar de markt gaan om te bedelen. Mannen proberen door het verkopen van allerlei dingen aan de kost te komen. Soms verkopen ze langs de weg wat spulletjes die ze zelf hebben gemaakt. En je dag is weer goed als er iemand iets van je koopt. In zulke situaties worden mensen vindingrijk. Zo zie je langs de doorgaande wegen heel veel vrouwen die thee zetten op zo'n klein koolstoofje. Deze thee wordt voor een paar centen verkocht aan voorbijgangers. Maar voor vrouwen is dat ook zo'n beetje de enige manier om op legale wijze iets bij te verdienen. De islamitische wetgeving verbiedt hen verdere activiteiten te ontplooien. Zo komt het voor dat ze toch stiekem in de kampen clandestien bier gaan brouwen. De sharia, de islamitische wetgeving, verbiedt het drinken en dus ook het maken van alcoholische dranken. Vrouwen worden hiervoor dan ook opgepakt en komen voor enkele maanden in de gevangenis. De levensomstandigheden in de gevangenissen zijn erbarmelijk slecht. Door bemiddeling van de kerk konden we een bezoek brengen aan de Omdurman-gevangenis. In deze gevangenis zitten maar liefst 1400 vrouwen, meest christenen, gevangen in een mensonterende, beestachtige situatie. 1400 mensen op een relatief klein stuk grond. Ze zaten dan ook zij aan zij op de grond, een halve meter ruimte per persoon. En dat dag in dag uit. In de open lucht en dus de brandend hete zon. Slapend, half hangen tegen elkaar, want plaats om lekker even te liggen was er niet. Het was eigenlijk streng verboden om in de gevangenis te filmen, maar we hebben toch nog clandestien enkele filmopnamen kunnen maken. Veel moeders hadden hun kleine kinderen en zuigelingen bij zich in de gevangenis. Blijkbaar was er niemand anders die voor ze kon zorgen. We hebben de vrouwen bezocht, ze bemoedigd en met ze gebeden en gezongen. Het bezoek aan deze gevangenis maakte een onuitwisbare indruk op ons. De geestelijk verzorger van de kerk van dominee Sylvester, die daar heel veel betekende voor de vrouwen, dwong heel veel respect bij ons af. Is hij trained? Hij is trained. Hij is trained voor 3 jaar. Hij is fulltime evangelist hier in de gevangenis. We thank you very much for your presence among us here in the prison. Please, you have seen, or with your own eyes, you have witnessed about the suffering of people. Remember us, please, always in your prayers. Thank you. Bye.
Wat ons toch wel het meest is bijgebleven van ons bezoek aan de christenen is de grote veerkracht en de spirit van de mensen. De mensen zitten niet bij de pakken neer. Ze zijn enthousiast, vol plannen en ideeën om bepaalde dingen te verwezenlijken. Ze vinden scholing bijvoorbeeld heel belangrijk. Omdat er alleen moslimscholen zijn voor degenen die moslim zijn, er wordt dus geen ander onderwijs geboden door de overheid aan de vluchtelingen, zorgen ze zelf voor het onderwijs aan de kinderen. Christelijk onderwijs wordt oogluikend toegestaan, maar hiervoor mogen ze geen kinderen werven in de kampen. Het komt er dus op neer dat de kerken zelf voor het onderwijs van de kinderen zorgen. Ons viel de actieve instelling van de vrouwen op. Binnen de kerk is een vrouwengroep, de Mothers Union, die zich zeer actief inzet om andere vrouwen in de vluchtelingenkampen te helpen door het aanleren van een bepaalde handvaardigheid. Vlechten van mandjes bijvoorbeeld, of het verven van stoffen. Deze dingen kunnen ze dan weer verkopen, waarmee ze geld kunnen verdienen. Een van de projecten waar onze stichting zich op richt is het sponsoren van een timmerwerkplaats die werkloze mannen uit een uitzichtloze positie haalt en weer een nieuwe toekomst geeft. Met het project worden vooral ex-moslims geholpen die vanwege hun bekering tot het christendom door iedereen verstoten waren. Ze leren in de timmerwerkplaats een nieuw beroep en kunnen daarna met een kleine financiële ondersteuning een eigen zaak beginnen. Omdat er ontzettend veel weeskinderen in de vluchtelingenkampen leven, heeft onze stichting besloten om hulp te bieden door het bouwen van een weeshuis. Het is de bedoeling dat deze kinderen in dit weeshuis worden opgevangen en met financiële steun weer naar school kunnen gaan. Op dit moment is er met hulp van onze stichting een tijdelijke noodopvang gecreëerd. Maar het is de bedoeling dat we een weeshuis bouwen waar in de toekomst zo'n 20 tot 30 wezen kunnen worden opgevangen. Met de bouw is onlangs een start gemaakt.
Soedan, een van de grootste landen in het continent Afrika. Soedan is 70 maal zo groot als Nederland. In Noord-Soedan, waar ook de hoofdstad Khartoum gelegen is, leven 23 miljoen inwoners en in het zuiden circa 5 miljoen. In het zuiden van het land woedt al meer dan 15 jaar een burgeroorlog, die ontstaan is doordat het islamitische noorden haar zeggenschap wilde uitbreiden ten koste van het overwegend christelijke zuiden. In Soedan is het Arabisch de belangrijkste taal. Verder spreken veel inwoners ook Engels, want Soedan is vroeger een Engelse kolonie geweest. Door de oorlog in het zuiden zijn veel mensen, meest christenen, gevlucht naar het noorden, naar de hoofdstad Khartoum. Er zijn tientallen vluchtelingenkampen rond Khartoum. De meeste liggen zo'n 10 tot 15 kilometer verwijderd van de rand van de stad. Je moet dus eerst nog een flinke zandvlakte oversteken als je naar een kamp wilt. Khartoum is een woestijnstad en de kampen zijn ook echte woestijnnederzettingen. Brandende zon. In de zomer is de temperatuur vaak boven de 45 graden. Vreselijk heet dus. En verder zand, zand en nog eens zand. De levensomstandigheden in de vluchtelingenkampen zijn erbarmelijk slecht. Gebrek aan eten en water. En de gezondheidszorg is minimaal. Er is dan ook veel sterfte als gevolg van allerlei ziektes. Malaria, tyfus, dysenterie. Ook komt er veel aids voor, waaraan vooral veel vrouwen sterven. De kindersterfte is heel groot. De dood is hier maar een stap verwijderd van het leven. We hebben als Stichting Hulpverlening Soedan een oriëntatiereis gemaakt naar Soedan, om daar ter plekke te bekijken hoe we daadwerkelijk hulp konden bieden aan de christenen in nood. Onze oriëntatie was afgestemd op de hoofdstad Khartoum en de directe omgeving met de vluchtelingenkampen. Er zijn heel veel vluchtelingenkampen rond Khartoum. Naar schatting 2 miljoen vluchtelingen die uit het zuiden zijn gevlucht vanwege de oorlog, leven daar. Veel christenen uit het zuiden zijn gevlucht naar Khartoum omdat ze dachten daar veiliger te zijn. Maar de islamitische regering ziet dit als een bedreiging. Men kan de stroom vluchtelingen niet aan en bovendien ziet men dat christenen steeds meer vaste voet aan de grond krijgen in het islamitische noorden. Daarom worden christenen op alle mogelijke manieren gediscrimineerd en geweerd uit alle belangrijke posities in de maatschappij. Het is voor een christen bijna niet mogelijk om een baan te vinden en moslims gaan altijd voor. Meer dan 90% van de christenen in het noorden leven in een van de vluchtelingenkampen rond Khartoum. Maar ook daar zijn ze hun leven niet zeker. De regering voert een ontmoedigingsbeleid om de christenen te belemmeren om zich te vestigen rond Khartoum. Door de komst van de vluchtelingen uit het zuiden naar Khartoum zijn er omvangrijke vluchtelingenkampen ontstaan aan de rand van de stad. Deze vluchtelingen kunnen niet terugkeren naar het zuiden zolang de burgeroorlog daar voortduurt. De mensen die dus als ontheemden zijn neergestreken rond Khartoum hebben zelf primitieve onderkomens van leem en jute zakken gebouwd. Maar de regering is niet blij met het feit dat zoveel christenen naar het overwegend islamitische noorden zijn getrokken. Om deze christenen te ontmoedigen om zich permanent te vestigen, voert de islamitische overheid een ontmoedigingsbeleid. Overheidsfunctionarissen kalken witte kruisen op de schamele hutjes en daarmee is het sein gegeven dat men daar moet vertrekken. En de volgende dag komen bulldozers om de nederzettingen plat te walsen. Tijdens ons verblijf daar werd ook de kerk van een wit kruis voorzien. Men vond ook dat deze moest verdwijnen. Zo kunnen hele wijken... Soedan. Heb je wel eens van het land gehoord? Het is het grootste land van Afrika en de hoofdstad heet Khartoum. Khartoum ligt in de woestijn en dat betekent dat het er altijd heel erg heet en ook stoffig is. In de zomer kan het wel 50 graden Celsius worden. Soedan heeft geen koning, maar een president.
Hij wil van Soedan een moslimland maken. Dat betekent dat je niet in God mag geloven, maar Allah moet dienen. In het zuiden van Soedan wonen veel christenen. De president is hier niet blij mee en is een oorlog begonnen met deze mensen. Hierdoor zijn al veel mensen gestorven en zijn kinderen hun ouders kwijtgeraakt. De christenen proberen weg te vluchten uit het zuiden naar de hoofdstad Khartoum, want daar is geen oorlog. Zo zijn ze dus vluchteling geworden. Zij wonen allemaal bij elkaar op een aparte plek. Dat heet een vluchtelingenkamp. De mensen zijn dus heel erg arm, want bijna niemand in de kampen heeft werk. En daarom hebben de mensen ook geen geld. In deze kampen wonen ook veel weeskinderen. Hun ouders zijn in de oorlog overleden of gestorven aan een gevaarlijke ziekte. Want geld om naar de dokter te gaan hebben de mensen niet. Heel verdrietig allemaal. Dit is de school van de kerk van Haba Raka. De kinderen kunnen ook niet, zoals jullie, naar een gewone school gaan. In de vluchtelingenkampen zijn wel scholen, maar die zijn bijna allemaal in de open lucht. Je kunt je voorstellen dat dit heel heet is voor de kinderen. Want als er geen dak boven je hoofd is, dan brandt de zon op je hoofd. Onder spelende kinderen. Hier zie je zo'n school. Het is een school van de kinderen van de kerk. Toen we er gingen kijken, waren er geen kinderen, want de school was gesloten. Kinderen hebben niet veel om mee te spelen. Soms een kapotte bal. Some words to the children in Holland. Soms spelen de kinderen met een ezel. Soms maken de kinderen zelf iets om mee te spelen, zoals je hier ziet. Zijn de mensen blij, want ze weten dat God hen helpt, ook in deze moeilijke omstandigheden. Ze zingen heel veel en hebben best veel plezier. Op de zondagschool leren de kinderen allemaal christelijke liedjes. Yeah.
Bij het zingen worden vaak trommels gebruikt. En als de mensen heel blij zijn, hoor je de vrouwen heel hoog gillen. Het leven voor de vluchtelingen is heel erg moeilijk. En daarom willen wij ze helpen. We willen vooral de kinderen helpen, zodat ze niet ziek worden. En omdat er veel kinderen zijn die geen vader of moeder meer hebben, willen we vooral deze kinderen helpen. We moeten vooral veel bidden voor de mensen in Soedan. Voor de mensen die in Allah geloven, dat ze de Heer Jezus leren kennen. En natuurlijk voor de christenen die het heel erg moeilijk hebben, omdat ze in de vluchtelingenkampen moeten leven, vaak zonder eten en drinken. Dat is voor de kinderen het allermoeilijkst. Helpen jullie ook?
Soedan. Een van de grootste landen in het continent Afrika. Soedan is 70 maal zo groot als Nederland. In Noord-Soedan, waar ook de hoofdstad Khartoum gelegen is, leven 23 miljoen inwoners en in het zuiden circa 5 miljoen. In het zuiden van het land woedt al meer dan 15 jaar een burgeroorlog die ontstaan is doordat het islamitische noorden haar zeggenschap wilde uitbreiden ten koste van het overwegend christelijke zuiden. In Soedan is het Arabisch de belangrijkste taal. Verder spreken veel inwoners ook Engels, want Soedan is vroeger een Engelse kolonie geweest. Door de oorlog in het zuiden zijn veel mensen, meest christenen, gevlucht naar het noorden, naar de hoofdstad Khartoum. Er zijn tientallen vluchtelingenkampen rond Khartoum. De meeste liggen zo'n 10 tot 15 kilometer verwijderd van de rand van de stad. Je moet dus eerst nog een flinke zandvlakte oversteken als je naar een kamp wilt. Khartoum is een woestijnstad en de kampen zijn ook echte woestijnnederzettingen. Brandende zon. In de zomer is de temperatuur vaak boven de 45 graden. Vreselijk heet dus. En verder zand, zand en nog eens zand. De levensomstandigheden in de vluchtelingenkampen zijn erbarmelijk slecht. Gebrek aan eten en water. En de gezondheidszorg is minimaal. Er is dan ook veel sterfte als gevolg van allerlei ziektes. Malaria, tyfus, dysenterie. Ook komt er veel aids voor, waaraan vooral veel vrouwen sterven. De kindersterfte is heel groot. De dood is hier maar een stap verwijderd van het leven. We hebben als Stichting Hulpverlening Soedan een oriëntatiereis gemaakt naar Soedan, om daar ter plekke te bekijken hoe we daadwerkelijk hulp konden bieden aan de christenen in nood. Onze oriëntatie was afgestemd op de hoofdstad Khartoum en de directe omgeving met de vluchtelingenkampen. Er zijn heel veel vluchtelingenkampen rond Khartoum. Naar schatting 2 miljoen vluchtelingen die uit het zuiden zijn gevlucht vanwege de oorlog, leven daar. Veel christenen uit het zuiden zijn gevlucht naar Khartoum omdat ze dachten daar veiliger te zijn. Maar de islamitische regering ziet dit als een bedreiging. Men kan de stroom vluchtelingen niet aan en bovendien ziet men dat christenen steeds meer vaste voet aan de grond krijgen in het islamitische noorden. Daarom worden christenen op alle mogelijke manieren gediscrimineerd en geweerd uit alle belangrijke posities in de maatschappij. Het is voor een christen bijna niet mogelijk om een baan te vinden en moslims gaan altijd voor. Meer dan 90% van de christenen in het noorden leven in een van de vluchtelingenkampen rond Khartoum. Maar ook daar zijn ze hun leven niet zeker. De regering voert een ontmoedigingsbeleid om de christenen te belemmeren om zich te vestigen rond Khartoum. Door de komst van de vluchtelingen uit het zuiden naar Khartoum zijn er omvangrijke vluchtelingenkampen ontstaan aan de rand van de stad. Deze vluchtelingen kunnen niet terugkeren naar het zuiden zolang de burgeroorlog daar voortduurt. De mensen die dus als ontheemden zijn neergestreken rond Khartoum hebben zelf primitieve onderkomens van leem en jute zakken gebouwd. Maar de regering is niet blij met het feit dat zoveel christenen naar het overwegend islamitische noorden zijn getrokken. Om deze christenen te ontmoedigen om zich permanent te vestigen, voert de islamitische overheid een ontmoedigingsbeleid. Overheidsfunctionarissen kalken witte kruisen op de schamele hutjes en daarmee is het sein gegeven dat men daar moet vertrekken. En de volgende dag komen bulldozers om de nederzettingen plat te walsen. Tijdens ons verblijf daar werd ook de kerk van een wit kruis voorzien. Men vond ook dat deze moest verdwijnen. Zo kunnen hele wijken door bulldozers met de grond gelijk worden gemaakt. Op die manier maken de machthebbers in Khartoum de Zuid-Soedanezen duidelijk dat ze niet echt welkom zijn in hun eigen hoofdstad. Om de samenwerking tussen onze stichting en de kerken in Khartoum goed te laten verlopen, is er in Khartoum een comité opgericht onder de naam Karnem Committee. Karnem is een samentrekking van Khartoum en Arnhem. I'm Sylvester Thomas, chairman of the Karnem Committee here in the Sudan. We'll be working on a number of projects which we want to help our people and also those who are in need. I'm William Jabi Ngalamu. I'm the project coordinator or project officer of Canham, responsible for formulation of the projects which have been approved by the committee. I'm Felisa Pano. I'm a member
Anna Benjamin, Maktabde, Nasser, Tanzim, Ahmad Maktabde. Shukra. I'm Ambrose Kambaya, Finance Secretary for Kanam Committee. My work is to assist in controlling the finance of the committee and render reports to our Kanam part in Holland. I'm Enro Lexon Atiba. I'm the Secretary of Cunningham Khartoum. My job is to take minutes of the meetings and produce them and dispatch them to our Cunningham Committee in Netherlands. In het vluchtelingenkamp Hai Baraka woonden we een kerkdienst bij. Greetings, the greetings in Christ of the congregation of Arnhem. Ook de meeste predikanten van de kerk hebben geen inkomen. De meeste oefenen dan ook een of ander beroep uit om aan geld te komen. Zo spraken we een predikant die van beroep timmerman was en allerlei meubels maakte. Zijn probleem was alleen het ontbreken van goede gereedschappen en geld om hout te kopen. Heel schrijnend als je ziet dat zo iemand er alles aan doet om als predikant te kunnen blijven functioneren. Maar hij moest wel zijn gezin en zijn familieleden onderhouden. Hij telde zo'n 12 mensen in zijn huis. Peace to you all. Salam alaikum jamian. We very much have looked forward for this morning, this meeting and this service. Je voelt je als rijke westerling machteloos en wilt eigenlijk wel alle hulp bieden die maar enigszins mogelijk is. Maar de nood is zeer omvangrijk. 2 miljoen mensen. Hoe kun je die goed helpen? De medische voorzieningen zijn beperkt beschikbaar en worden alleen in de meest urgente gevallen verstrekt. Immers, bijna iedereen heeft hulp nodig. Water is slechts beperkt beschikbaar en hiervoor moet je ook betalen. Je ziet veel jongens en mannen met een kar rondrijden met een rond vat erop waarin water zit. Hoe kom je aan eten? Ja, dat is de vraag
die de meeste mensen daar voortdurend bezighoudt. Het leven draait daar bijna helemaal om. Eten is dus best wel te koop. Op de markt is in principe alles te koop. Maar dit is alleen weggelegd voor de mensen met inkomens. Vluchtelingen hebben geen inkomen of uitkering, want ze zijn afhankelijk van de gunsten van anderen als ze bijvoorbeeld naar de markt gaan om te bedelen. Mannen proberen door het verkopen van allerlei dingen aan de kost te komen. Soms verkopen ze langs de weg wat spulletjes die ze zelf hebben gemaakt. En je dag is weer goed als er iemand iets van je koopt. In zulke situaties worden mensen vindingrijk. Zo zie je langs de doorgaande wegen heel veel vrouwen die thee zetten op zo'n klein koolstoofje. Deze thee wordt voor een paar centen verkocht aan voorbijgangers. Maar voor vrouwen is dat ook zo'n beetje de enige manier om op legale wijze iets bij te verdienen. De islamitische wetgeving verbiedt hen verdere activiteiten te ontplooien. Zo komt het voor dat ze toch stiekem in de kampen clandestien bier gaan brouwen. De sharia, de islamitische wetgeving, verbiedt het drinken en dus ook het maken van alcoholische dranken. Vrouwen worden hiervoor dan ook opgepakt en komen voor enkele maanden in de gevangenis. De levensomstandigheden in de gevangenissen zijn erbarmelijk slecht. Door bemiddeling van de kerk konden we een bezoek brengen aan de Omdurman-gevangenis. In deze gevangenis zitten maar liefst 1400 vrouwen, meest christenen, gevangen in een mensonterende, beestachtige situatie. 1400 mensen op een relatief klein stuk grond. Ze zaten dan ook zij aan zij op de grond, een halve meter ruimte per persoon. En dat dag in dag uit, in de open lucht en dus de brandend hete zon. Slapend, half hangen tegen elkaar, want plaats om lekker even te liggen was er niet. Het was eigenlijk streng verboden om in de gevangenis te filmen, maar we hebben toch nog clandestien enkele filmopnamen kunnen maken. Veel moeders hadden hun kleine kinderen en zuigelingen bij zich in de gevangenis. Blijkbaar was er niemand anders die voor ze kon zorgen. We hebben de vrouwen bezocht, ze bemoedigd en met ze gebeden en gezongen. Het bezoek aan deze gevangenis maakte een onuitwisbare indruk op ons. De geestelijk verzorger van de kerk van dominee Sylvester, die daar heel veel betekende voor de vrouwen, dwong heel veel respect bij ons af. Is hij trained? Hij is trained. Yeah, we trained him for 3 years. We thank you very much for your presence among us here in the prison. Please, you have seen, or with your own eyes, you have witnessed about the suffering of people. Remember us, please, always, in your prayers. Thank you. Thank you.
Wat ons toch wel het meest is bijgebleven van ons bezoek aan de christenen is de grote veerkracht en de spirit van de mensen. De mensen zitten niet bij de pakken neer. Ze zijn enthousiast, vol plannen en ideeën om bepaalde dingen te verwezenlijken. Ze vinden scholing bijvoorbeeld heel belangrijk. Omdat er alleen moslimscholen zijn voor degenen die moslim zijn, er wordt dus geen ander onderwijs geboden door de overheid aan de vluchtelingen, zorgen ze zelf voor het onderwijs aan de kinderen. Christelijk onderwijs wordt oogluikend toegestaan, maar hiervoor mogen ze geen kinderen werven in de kampen. Het komt er dus op neer dat de kerken zelf voor het onderwijs van de kinderen zorgen. Ons viel de actieve instelling van de vrouwen op. Binnen de kerk is een vrouwengroep, de Mothers Union, die zich zeer actief inzet om andere vrouwen in de vluchtelingenkampen te helpen door het aanleren van een bepaalde handvaardigheid. Vlechten van mandjes bijvoorbeeld, of het verven van stoffen. Deze dingen kunnen ze dan weer verkopen, waarmee ze geld kunnen verdienen. Een van de projecten waar onze stichting zich op richt, is het sponsoren van een timmerwerkplaats die werkloze mannen uit een uitzichtloze positie haalt en weer een nieuwe toekomst geeft. Met het project worden vooral ex-moslims geholpen die vanwege hun bekering tot het christendom door iedereen verstoten waren. Ze leren in de timmerwerkplaats een nieuw beroep en kunnen daarna met een kleine financiële ondersteuning een eigen zaak beginnen. Omdat er ontzettend veel weeskinderen in de vluchtelingenkampen leven, heeft onze stichting besloten om hulp te bieden door het bouwen van een weeshuis. Het is de bedoeling dat deze kinderen in dit weeshuis worden opgevangen en met financiële steun weer naar school kunnen gaan. Op dit moment is er met hulp van onze stichting een tijdelijke noodopvang gecreëerd. Maar het is de bedoeling dat we een weeshuis bouwen waar in de toekomst zo'n 20 tot 30 wezen kunnen worden opgevangen. Met de bouw is onlangs een start gemaakt. Soedan. Heb je wel eens van het land gehoord? Het is het grootste land van Afrika en de hoofdstad heet Khartoum. Khartoum ligt in de woestijn en dat betekent dat het er altijd heel erg heet en ook stoffig is. In de zomer kan het wel 50 graden Celsius worden. Soedan heeft geen koning, maar een president. Hij wil van Soedan een moslimland maken. Dat betekent dat je niet in God mag geloven, maar Allah moet dienen. In het zuiden van Soedan wonen veel christenen. De president is hier niet blij mee en is een oorlog begonnen met deze mensen. Hierdoor zijn al veel mensen gestorven en zijn kinderen hun ouders kwijtgeraakt. De christenen proberen weg te vluchten uit het zuiden naar de hoofdstad Khartoum, want daar is geen oorlog. Zo zijn ze dus vluchteling geworden. Zij wonen allemaal bij elkaar op een aparte plek. Dat heet een vluchtelingenkamp. De mensen zijn dus heel erg arm. Want bijna niemand in de kampen heeft werk. En daarom hebben de mensen ook geen geld. In deze kampen wonen ook veel weeskinderen. Hun ouders zijn in de oorlog overleden of gestorven aan een gevaarlijke ziekte.
want geld om naar de dokter te gaan hebben de mensen niet. Heel verdrietig allemaal. Dit is de school van de kerk van Habaraka. De kinderen kunnen ook niet, zoals jullie, naar een gewone school gaan. In de vluchtelingenkampen zijn wel scholen, maar die zijn bijna allemaal in de open lucht. Je kunt je voorstellen dat dit heel heet is voor de kinderen. Want als er geen dak boven je hoofd is, dan brandt de zon op je hoofd. Ook nog spelende kinderen. Hier zie je zo'n school. Het is een school van de kinderen van de kerk. Toen we er gingen kijken, waren er geen kinderen, want de school was gesloten. Kinderen hebben niet veel om mee te spelen. Soms een kapotte bal. Some words to the children in Holland. Soms spelen de kinderen met een ezel. Soms maken de kinderen zelf iets om mee te spelen, zoals je hier ziet. Toch zijn de mensen blij, want ze weten dat God hen helpt, ook in deze moeilijke omstandigheden. Ze zingen heel veel en hebben best veel plezier. Op de zondagschool leren de kinderen allemaal christelijke liedjes. Bij het zingen worden vaak trommels gebruikt. En als de mensen heel blij zijn, hoor je de vrouwen heel hoog gillen.
Het leven voor de vluchtelingen is heel erg moeilijk. En daarom willen wij ze helpen. We willen vooral de kinderen helpen, zodat ze niet ziek worden. En omdat er veel kinderen zijn die geen vader of moeder meer hebben, willen we vooral deze kinderen helpen. We moeten vooral veel bidden voor de mensen in Soedan. Voor de mensen die in Allah geloven, dat ze de Heer Jezus leren kennen. En natuurlijk voor de christenen die het heel erg moeilijk hebben, omdat ze in de vluchtelingenkampen moeten leven, vaak zonder eten en drinken. Dat is voor de kinderen het allermoeilijkst. Helpen jullie ook? Een van de grootste landen in het continent Afrika. Soedan is 70 maal zo groot als Nederland. In Noord-Soedan, waar ook de hoofdstad Khartoum gelegen is, leven 23 miljoen inwoners en in het zuiden circa 5 miljoen. In het zuiden van het land woedt al meer dan 15 jaar een burgeroorlog die ontstaan is doordat het islamitische noorden haar zeggenschap wilde uitbreiden ten koste van het overwegend christelijke zuiden.
In Soedan is het Arabisch de belangrijkste taal. Verder spreken veel inwoners ook Engels, want Soedan is vroeger een Engelse kolonie geweest. Door de oorlog in het zuiden zijn veel mensen, meest christenen, gevlucht naar het noorden, naar de hoofdstad Khartoum. Er zijn tientallen vluchtelingenkampen rond Khartoum. De meeste liggen zo'n 10 tot 15 kilometer verwijderd van de rand van de stad. Je moet dus eerst nog een flinke zandvlakte oversteken als je naar een kamp wilt. Khartoum is een woestijnstad en de kampen zijn ook echte woestijnnederzettingen. Brandende zon. In de zomer is de temperatuur vaak boven de 45 graden. Vreselijk heet dus. En verder zand, zand en nog eens zand. De levensomstandigheden in de vluchtelingenkampen zijn erbarmelijk slecht. Gebrek aan eten en water. En de gezondheidszorg is minimaal. Er is dan ook veel sterfte als gevolg van allerlei ziektes. Malaria, tyfus, dysenterie. Ook komt er veel aids voor, waaraan vooral veel vrouwen sterven. De kindersterfte is heel groot. De dood is hier maar een stap verwijderd van het leven. We hebben als Stichting Hulpverlening Soedan een oriëntatiereis gemaakt naar Soedan, om daar ter plekke te bekijken hoe we daadwerkelijk hulp konden bieden aan de christenen in nood. Onze oriëntatie was afgestemd op de hoofdstad Khartoum en de directe omgeving met de vluchtelingenkampen. Er zijn heel veel vluchtelingenkampen rond Khartoum. Naar schatting 2 miljoen vluchtelingen die uit het zuiden zijn gevlucht vanwege de oorlog, leven daar. Veel christenen uit het zuiden zijn gevlucht naar Khartoum omdat ze dachten daar veiliger te zijn. Maar de islamitische regering ziet dit als een bedreiging. Men kan de stroom vluchtelingen niet aan en bovendien ziet men dat christenen steeds meer vaste voet aan de grond krijgen in het islamitische noorden. Daarom worden christenen op alle mogelijke manieren gediscrimineerd en geweerd uit alle belangrijke posities in de maatschappij. Het is voor een christen bijna niet mogelijk om een baan te vinden en moslims gaan altijd voor. Meer dan 90% van de christenen in het noorden leven in een van de vluchtelingenkampen rond Khartoum. Maar ook daar zijn ze hun leven niet zeker. De regering voert een ontmoedigingsbeleid om de christenen te belemmeren om zich te vestigen rond Khartoum. Door de komst van de vluchtelingen uit het zuiden naar Khartoum zijn er omvangrijke vluchtelingenkampen ontstaan aan de rand van de stad. Deze vluchtelingen kunnen niet terugkeren naar het zuiden zolang de burgeroorlog daar voortduurt. De mensen die dus als ontheemden zijn neergestreken rond Khartoum hebben zelf primitieve onderkomens van leem en jute zakken gebouwd. Maar de regering is niet blij met het feit dat zoveel christenen naar het overwegend islamitische noorden zijn getrokken. Om deze christenen te ontmoedigen om zich permanent te vestigen, voert de islamitische overheid een ontmoedigingsbeleid. Overheidsfunctionarissen kalken witte kruisen op de schamele hutjes en daarmee is het sein gegeven dat men daar moet vertrekken. En de volgende dag komen bulldozers om de nederzettingen plat te walsen. Tijdens ons verblijf daar werd ook de kerk van een wit kruis voorzien. Men vond ook dat deze moest verdwijnen. Zo kunnen hele wijken door bulldozers met de grond gelijk worden gemaakt. Op die manier maken de machthebbers in Khartoum de Zuid-Soedanezen duidelijk dat ze niet echt welkom zijn in hun eigen hoofdstad. Om de samenwerking tussen onze stichting en de kerken in Khartoum goed te laten verlopen, is er in Khartoum een comité opgericht onder de naam Karnem Committee. Karnem is een samentrekking van Khartoum en Arnhem. I'm Sylvester Thomas, chairman of the Karnem Committee here in the Sudan. We'll be working on a number of projects which we want to help our people and also those who are in need. I'm William Jabi Galamo. I'm the project coordinator or project officer of Canham, responsible for formulation of the projects which have been approved by the committee. I'm Felix Apano. I am a member of this. Hanna Benjamin. I'm from Maktab Deb. I'm a Nasser. The Tanzim Ahmad Maktab Deb. I'm Ambrose Kambaya, the Finance Secretary for Khartoum Committee. My work is to assist in controlling the finance of the committee and render reports to our Khartoum
part in Holland. I am Enro Lexon Adiba. I'm the secretary of Cunningham Khartoum. My job is to take minutes of the meetings and produce them and dispatch them to our Cunningham committee in Netherlands. In het vluchtelingenkamp Hai Baraka woonden we een kerkdienst bij. The greetings in Christ of the congregation of Arnhem. Ook de meeste predikanten van de kerk hebben geen inkomen. De meeste oefenen dan ook een of ander beroep uit om aan geld te komen. Zo spraken we een predikant die van beroep timmerman was en allerlei meubels maakte. Zijn probleem was alleen het ontbreken van goede gereedschappen en geld om hout te kopen. Heel schrijnend als je ziet dat zo iemand er alles aan doet om als predikant te kunnen blijven functioneren. Maar hij moest wel zijn gezin en zijn familieleden onderhouden. Hij telde zo'n 12 mensen in zijn huis. Peace to you all. Salam alaikum jamian. We very much have looked forward for this morning, this meeting and this service. Je voelt je als rijke westerling machteloos en wilt eigenlijk wel alle hulp bieden die maar enigszins mogelijk is. Maar de nood is zeer omvangrijk. 2 miljoen mensen. Hoe kun je die goed helpen? De medische voorzieningen zijn beperkt beschikbaar en worden alleen in de meest urgente gevallen verstrekt. Immers, bijna iedereen heeft hulp nodig. Water is slechts beperkt beschikbaar en hiervoor moet je ook betalen. Je ziet veel jongens en mannen met een kar rondrijden met een rond vat erop waarin water zit. Hoe kom je aan eten? Ja, dat is de vraag die de meeste mensen daar voortdurend bezighoudt. Het leven draait daar bijna helemaal om. Eten is dus best wel te koop. Op de markt is in principe alles te koop. Maar dit is alleen weggelegd voor de mensen met inkomens. Vluchtelingen hebben geen inkomen of uitkering. Want ze zijn afhankelijk van de gunsten van anderen, als ze bijvoorbeeld naar de markt gaan om te bedelen. Mannen proberen door het verkopen van allerlei dingen aan de kost te komen.
Soms verkopen ze langs de weg wat spulletjes die ze zelf hebben gemaakt. En je dag is weer goed als er iemand iets van je koopt. In zulke situaties worden mensen vindingrijk. Zo zie je langs de doorgaande wegen heel veel vrouwen die thee zetten op zo'n klein koolstoofje. Deze thee wordt voor een paar centen verkocht aan voorbijgangers. Maar voor vrouwen is dat ook zo'n beetje de enige manier om op legale wijze iets bij te verdienen. De islamitische wetgeving verbiedt hen verdere activiteiten te ontplooien. Zo komt het voor dat ze toch stiekem in de kampen clandestien bier gaan brouwen. De sharia, de islamitische wetgeving, verbiedt het drinken en dus ook het maken van alcoholische dranken. Vrouwen worden hiervoor dan ook opgepakt en komen voor enkele maanden in de gevangenis. De levensomstandigheden in de gevangenissen zijn erbarmelijk slecht. Door bemiddeling van de kerk konden we een bezoek brengen aan de Omdurman-gevangenis. In deze gevangenis zitten maar liefst 1400 vrouwen, meest christenen, gevangen in een mensonterende, beestachtige situatie. 1400 mensen op een relatief klein stuk grond. Ze zaten dan ook zij aan zij op de grond, een halve meter ruimte per persoon. En dat dag in dag uit, in de open lucht en dus de brandend hete zon. Slapend, half hangen tegen elkaar, want plaats om lekker even te liggen was er niet. Het was eigenlijk streng verboden om in de gevangenis te filmen, maar we hebben toch nog clandestien enkele filmopnamen kunnen maken. Veel moeders hadden hun kleine kinderen en zuigelingen bij zich in de gevangenis. Blijkbaar was er niemand anders die voor ze kon zorgen. We hebben de vrouwen bezocht, ze bemoedigd en met ze gebeden en gezongen. Het bezoek aan deze gevangenis maakte een onuitwisbare indruk op ons. De geestelijk verzorger van de kerk van dominee Sylvester, die daar heel veel betekende voor de vrouwen, dwong heel veel respect bij ons af. Is he trained? He is trained. Yeah, he's trained him for 3 years. We thank you very much for your presence among us here in the prison. Please, you have seen, or with your own eyes, you have witnessed about the suffering of people. Remember us, please, always in your prayers. Thank you. Wat toch wel het meest is bijgebleven van ons bezoek aan de christenen is de grote veerkracht en de spirit van de mensen. De mensen zitten niet bij de pakken neer. Ze zijn enthousiast, vol plannen en ideeën om bepaalde dingen te verwezenlijken. Ze vinden scholing bijvoorbeeld heel belangrijk.
Omdat er alleen moslimscholen zijn voor degenen die moslim zijn, er wordt dus geen ander onderwijs geboden door de overheid aan de vluchtelingen, zorgen ze zelf voor het onderwijs aan de kinderen. Christelijk onderwijs wordt oogluikend toegestaan, maar hiervoor mogen ze geen kinderen werven in de kampen. Het komt er dus op neer dat de kerken zelf voor het onderwijs van de kinderen zorgen. Ons viel de actieve instelling van de vrouwen op. Binnen de kerk is een vrouwengroep, de Mothers Union, die zich zeer actief inzet om andere vrouwen in de vluchtelingenkampen te helpen door het aanleren van een bepaalde handvaardigheid. Vlechten van mandjes bijvoorbeeld, of het verven van stoffen. Deze dingen kunnen ze dan weer verkopen, waarmee ze geld kunnen verdienen. Een van de projecten waar onze stichting zich op richt, is het sponsoren van een timmerwerkplaats die werkloze mannen uit een uitzichtloze positie haalt en weer een nieuwe toekomst geeft. Met het project worden vooral ex-moslims geholpen die vanwege hun bekering tot het christendom door iedereen verstoten waren. Ze leren in de timmerwerkplaats een nieuw beroep en kunnen daarna met een kleine financiële ondersteuning een eigen zaak beginnen. Omdat er ontzettend veel weeskinderen in de vluchtelingenkampen leven, heeft onze stichting besloten om hulp te bieden door het bouwen van een weeshuis. Het is de bedoeling dat deze kinderen in dit weeshuis worden opgevangen en met financiële steun weer naar school kunnen gaan. Op dit moment is er met hulp van onze stichting een tijdelijke noodopvang gecreëerd. Maar het is de bedoeling dat we een weeshuis bouwen waar in de toekomst zo'n 20 tot 30 wezen kunnen worden opgevangen. Met de bouw is onlangs een start gemaakt. Africa!